Hi, ik ben Michel Drenthe en ook ik geef een workshop op 16 mei in Noci di Prinza. En ze hebben mij gevraagd om een workshop te geven over visual storytelling, wat dat ook mag betekenen. Nou, ik ga het hebben over kaders. Van, je maakt een kader, zoals je ziet, je kijkt nu naar mij en op de achtergrond zie je dingen. Die dingen zeggen iets over mij of die zeggen iets over het verhaal wat ik wil vertellen. Ik kan ook een ander stapje maken en dan ineens zie ik, als het goed is, drie mensen achter mij. Wat wil ik daarmee vertellen? Dat ik op een kantoor sta waar mensen aan het werk zijn. Zijn ze wel aan het werk? Of zijn ze speciaal neergezet om dat shot een beetje mooier te maken? Kortom, aan de hand van je kader kan je bepalen of je onderwerp mooier wordt of lelijker, dommer, slimmer. Je kan er heel veel mee vertellen en daar moet je van bewust zijn. Het lijkt mij leuk om in mijn workshop te praten over het kiezen van shots en wat je daar nou eigenlijk mee wil vertellen en wat je er vooral ook niet mee wil vertellen. Aan de hand van je eigen materiaal wat je mee kan nemen en het materiaal wat ik zelf meeneem en het liefst natuurlijk dingen die ik zelf heb gemaakt. Ik hoop dat jullie het fijn vinden om naar mijn workshop te komen. 16 mei, 8 uur, Bloemhof, Noci di Prinza. Een avond vol verrassingen. Tot volgende week!